en actie. Oh, actie. Ja, beste kindervrienden. Ik ben aan het oefenen om een echte Steven Spielberg te worden. Om een heel groot regisseur te worden. Ja, want dat kan je leren hier op Ketnet. Je kan hier op Ketnet films leren maken. Ja, dan mag je de regisseur uithangen. Dan mag je personages kiezen. Rolletjes uitschrijven. Scenario's schrijven. Dat is echt heel erg leuk. En je kan dat leren in de Ketnet Kick Filmstudio. Ja, de... Jullie kennen dat niet, de Ketnet Kick Filmstudio? Jullie weten niet waar dat is. Dat is geen enkel probleem. Ik neem jullie mee. Kom maar. Hupsa! Ha. 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 Oh. Beste vrienden, dit is de enige echte Ketnet Kick Filmstudio. En ik ga jullie uitleggen hoe je hier een echte film maakt. Dus, let goed op, want binnenkort zijn jullie echte topregisseurs. Ten eerste moet je een titel verzinnen voor je film. Bijvoorbeeld, Shaking Stuff. Heel tof. Shaking Stuff. Is cool, hè? Ja, Shaking Stuff. Dat type je dan in. En dan moet je denken, wie werkt eraan mee? Bijvoorbeeld, ken je die fantastische acteur Staf Koppens? Hè? Dan type je in Staf Koppens, moet je gewoon intypen. En dan begint je film al met zo'n mooie titel. En dan eindigt die ook met een aftiteling. Zo, Staf Koppens speelde erin mee. Echt heel professioneel. Oké, dan stap 2. In stap 2 kiezen we een achtergrond en een voorgrond. Hier kies je de achtergronden, daar de voorgronden. In mijn film wil ik als achtergrond de zee hebben. Dus ga ik bij achtergronden gewoon een zeetje zoeken. Een knalblauwe zee, kijk eens mooi, fantastisch hè. En aan die zee wil ik als voorgrond een strand natuurlijk. Ah ja, dus gaan we bij de voorgronden een knalwit strand zoeken met wit zand, heel gezellig. Kiezen we dat daar, plaatsen we dat daar en dat is al geregeld. Dan moeten we gewoon nog de lucht invullen. Dat kan je doen door naar de afdeling met de wolkjes te gaan. Dan kan je wolkjes kiezen. Maar wacht eens, wolkjes aan de zee, dat klopt niet, hè? Aan de zee moet het mooi weer zijn. Dus klik je op dit kleine pijltje, voilà, hier. En dan krijg je nog wolkjes, plus fantastische zonnen. Dus slepen we gewoon een van die mooie zonnen, liefst de knalgele zo, hop, boven de zee. En dan gaan we eens kijken. Alleen vind ik die zon eigenlijk veel te klein. Geen enkel probleem, klik op de zon en dan op het plusje dat er verschijnt. En dan wordt die zon veel groter. Wacht, hè. Dan hebben we al een zee, een strand, een zon. Misschien zou het nu nog fijn zijn om er zo'n beetje romantische muziek bij te krijgen. Ga gewoon naar het nootje, dat staat hier, en daar kan je een melodietje kiezen. Voilà, luister. Mooi, hè? In stap 3 gaan we de requisieten van je film zoeken. En requisieten, dat is eigenlijk gewoon een moeilijk woord voor voorwerpen die je wil gebruiken in je filmpje. Zo kan je een strandbal kiezen. Ah ja, want we zijn al op het strand, dus een strandbal, dat zou perfect kloppen. Kijk, we leggen hem bijvoorbeeld daar. Je kan ook nog kiezen voor iets heel gek. Bijvoorbeeld een draak, ja, die staat er ook tussen, hè. Een draak, we zetten gewoon een draak op het strand. Die past er ook wel een klein beetje. We hadden al achtergrondmuziek, dus misschien moeten we nu wel kiezen voor de radio. Klik gewoon nog een pijltje verder en kies voor de radio. Zet die er ook maar bij. En het leuke is dat al die voorwerpen, dat je daar nu nog mee kan spelen. Bijvoorbeeld die draak, ik ben er niet zo zeker van. Ik vind dat die draak eigenlijk weg moet. Klik daar gewoon op de draak en dan op het vuilbakje er net onder. En futsi, draak is weg. Goed, hè? Stap 4. Hier komt het moeilijke werk voor de regisseur. Ah ja, jij bent de regisseur, dus let goed op. We gaan acteurs kiezen. Spannend, hè? We klikken op een vraagteken. Klik. En dan kan je kiezen tussen een jongen of een meisje. In dit geval kies ik bijvoorbeeld voor een jongen. Je kan ook zijn huidskleur kiezen, ja, dat kan allemaal. Je kan zelfs kleren kiezen, welke kleren hij draagt en zo. Maar in dit geval zou ik een figuurtje willen kiezen dat een beetje op mij lijkt. Dus ik zet hier gewoon een jongen met bruin kort haar. Voilà. Figuurtje 2. Daar kies ik een meisje voor. Wie moet dat meisje zijn? In mijn film speelt Sophie van Mol ook mee. Hè? Sophie, die kennen jullie wel. Dus Sophie kiezen we een meisje dat een beetje op Sophie lijkt. Voilà. Tof, hè? Spannend zo, Sophie. En dan nog een derde figuurtje. Kiezen we er ook bij. We zetten er nog iemand anders. Alhoewel, het is volgens mij veel spannender, hè, als het gewoon zo tussen Sophie en mij gaat op het strand. Romantische muziek. Dus stel ik voor dat we die derde gewoon wissen. Gewoon op het kruisje klikken en dan is hij weg. Stap 5. Nu gaan we pas echt regisseren. We gaan onze acteurs regisseren. Het grote werk begint. Hier kan je op klikken. Dit zijn de hoofdrolspelers. Dus als je zegt van ik wil beginnen met Sophie, klik je gewoon op Sophie. Dan zal je zien dat Sophie hierop ligt. Maar Sophie staat niet op de juiste plaats. Dus gaan we die eerst verplaatsen. Klik Sophie aan, ga naar het vlaggetje, naar de pijltjes. En zo kan je ze helemaal meenemen naar deze kant van het scherm. Van daaruit gaan we ze laten wandelen. De 1 onder Sophie staat voor een beweging. Ga je naar bewegingen en we laten ze gewoon wandelen. Hoe ver we ze gaan laten wandelen? Gewoon tot vlak bij mij. Dat kan je gewoon met je pijltje doen. Tot daar wandelt Sophie.
Eens ze bij staf is aangekomen, bij mij dus, gaan we ze laten wuiven. En wuiven vind je onder de knop bij de acteerbewegingen. Dit is het vakje met wuiven. Hallo! Nadat ze gewuifd heeft, wil ik haar nog even laten kijken, want zometeen zal ik dan een heel straffe dansmove doen. En om haar gewoon stilstaan te laten kijken, gaan we op het knopje gewoon duwen. En dat vind je tussen de emoties. Hier staat ze dan eventjes te wachten. Alle acteerbewegingen van Sophie die kan je onderaan het scherm zien in de grote balk. Als je een beweging van die bewegingen wil verwijderen, moet je die gewoon aanklikken en daarna op het kruisje klikken onderaan. Maar dat gaan we niet doen, want dan zijn we die beweging natuurlijk kwijt. Dus dat gaan we niet doen. Ja, en nu mag ik zelf ook wel eens in actie schieten, want ik sta daar al de hele tijd gewoon een beetje rond te neuzen en gewoon te doen. Terug bij de emoties vind je dat. Maar we gaan eerst wuiven. Staf gaat eerst wuiven naar lieve Sophie. En dat vind je terug onder het acteren. En dan wil ik laten zien wat een fantastische danser ik wel niet ben. En dat doe ik door naar bewegingen te gaan en een achterwaartse salto te maken. En daar ben ik heel erg trots op. Kijk. Ja, en nu nog een beetje trots zijn. Dus terug naar emoties. En daar kies ik, hey, ik ben trots. Ja, en natuurlijk vindt Sophie dat zoals steeds supercool. En dat laat ze ook merken. Want we gaan haar laten juichen. Of beter nog, duimen voor mij. Goed gedaan, Staf. Als je wilt dat het filmpje begint bij Sophie, moet je terug naar de eerste beweging gaan van Sophie en op het eerste bolletje klikken. Als je dan Sophie aanklikt en naar het cameraatje gaat, dan begint het filmpje zo meteen met Sophie helemaal in het begin. Kijk maar. Oké, stap 6, bijna klaar. We gaan eindelijk monteren. We gaan onze verschillende scènes helemaal mooi achter elkaar zetten in deze tijdsbalk. Dus klikken we onze scène van het strand aan met Staf en Sophie en die zetten we in onze tijdsbalk. Ja. Niet twee dezelfde scènes na elkaar. Dat zou een beetje stom zijn. Dan zouden mensen zeggen, hey, dat heb ik al gezien. Dus gaan we die laatste wissen, klik je die gewoon aan en dan klik je op het wissen en dan gaat die zo meteen weg. Als je een nieuwe scène wil maken, moet je gewoon een leeg vakje aanklikken en dan begin je van vooraf aan. Beste Kidnetvrienden, als jullie nu denken, mijn filmpje is helemaal af en ik vind dat heel Vlaanderen en heel de wereld dat mag zien, stuur het dan gewoon op naar Kidnet. Dan komt jouw filmpje, misschien wel met jouw naam, op de televisie op Kidnet. Maar ik zou nu zo zeggen, begin er maar aan. Begin te regisseren. Veel fun. 3, 2, 1. Actie! Yeah.